Het repertoire van de Jostie Band is de laatste jaren flink aan het veranderen. Niet alleen twee emmertjes water halen en de klok van Arnemuiden worden gespeeld. Wij hangen eigenlijk aan een heel stoffig imago. En dat is dat wij mensen zijn met een beperking en dat we niks kunnen. En dat imago, dat moet er gewoon uit. Wij willen eigenlijk door die moderne nummers de mensen laten zien dat de Jostie Bandleden nog veel meer kunnen dan de mensen denken. Dus eigenlijk een beetje het oude imago oppoetsen door te laten zien van, weet je, ze zijn ook in staat om modern repertoire te spelen. Want de jongeren, die worden dan ook getriggerd van, hey, wacht even, de Jostie Bandleden spelen dus niet alleen maar twee emmertjes, maar die doen ook een nummer van Armin van Buuren. En ja, op die manier bereik je ook weer een hele andere groep. Om voor meer dan 10.000 mensen te kunnen spelen in de Ziggo Dome moet een hoop geregeld worden. En dat doen de leden van de Jostie Band helemaal zelf. Al krijgen ze er natuurlijk wel hulp bij. Door middel van sponsoring en crowdfunding moet geld ingezameld worden om het feest te kunnen organiseren. Maar het gaat gewoon omdat we dat nodig hebben. Want we krijgen geen subsidies, hoe noem je dat? Subsidie. Dat krijgen wij niet, dus we moeten het toch uit ons eigen doen. Dus we hopen dat heel veel mensen dit zien en dat we daarom geld krijgen. Een van de manieren om geld in te zamelen is dat door leden van de Jostie Band een boek wordt geschreven. Een deel van de opbrengst gaat naar Kika, maar het andere deel is voor de Jostie Band. Dat heet de Jostie Band nog zoiets, het enige orkest waar je niet down van wordt. Het boek wordt nu afgewerkt, de meeste interviews zijn klaar. Onder andere André Jeugen interviewt, Karin Bloemen in het boek. En we hopen nog op Frans Bouwen en op Hans Steeuwen.